Hallo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Rick Kuitums in gesprek met. Vandaag heb ik het genoeg om met een oude bekende in gesprek te gaan. Niemand minder dan Peter Tonen. Hi. Peter, welkom, welkom, welkom. We hebben elkaar regelmatig gezien de afgelopen jaar ook. Het was alweer een tijdje geleden dat je in de studio geweest was. En toen zagen we elkaar naar de demonstratie beschermde kinderen. Mm. En toen zijn we uit eten geweest en toen merkten we bij het eten bij Lude al dat we niet om een woordje verlegen zitten qua onderwerpen ook. Hè? Mm. Dus daarop volgde, er werd wel eens tijd voor weer een nieuw gesprek. Vandaag gaan we het met Peter onder andere hebben over argonten, over de niet tastbare wereld en we zien wel waar het schip strandt, hè Peter? Ja, zoals altijd. Zoals altijd, ja. Zullen we beginnen over argonten? Jongen, jongen. Wat wil je weten? ik heb ze sinds kort leren kennen en toen dacht ik, ik had jou er wel eens over gehoord en dat vond ik super interessant. Dus ik denk, probeer jij eens. Als je het woord argonten intikt in Google, dan kom je waarschijnlijk bij een Wikipedia pagina uit. En dan worden ze uitgelegd als, kom je het oude Griekenland terecht van de 6e eeuw voor Christus. In de tijd van Plato, Aristoteles. En dan worden het de heersers genoemd, de argonten. Maar je komt ze ook tegen, daar refereer jij waarschijnlijk aan, in oude gnostische geschriften zoals de Nag Hammadi-geschriften. En dat zijn boeken van zo'n 2000 jaar oud, die in december 45 in het plaatsje Nag Hammadi in Zuid-Egypte boven tafel zijn gekomen. Dat wil zeggen opgegraven zijn uit de grond. En daarin worden argonten ook beschreven en het zijn als een soort entiteiten zonder identiteit die bezig zijn met macht en controle. Als een soort duistere energie, duistere krachten die de planeet willen overnemen. En daarin wordt ook voor ze gewaarschuwd. En de Nag Hammadi-geschriften, dat zijn gnostische geschriften. En gnostiek, dat is kennis, wijsheid. En het is een soort spirituele / filosofische stroming vanaf de 6e eeuw voor Christus in het oude Griekenland begonnen. En we laten hebben. Daar zaten onder de gnostici, daar zaten joden, christenen, daar kon van alles onder zitten. Gnostiek bestaat nog steeds, in feite. En in de tijd 2000 jaar terug, bij de opkomst van het christendom, waar het zich mee ging mengen ook, was dat samen met het hindoeïsme, waar dat een soort de grootste spirituele stromingen op aarde. En in die Nag Hammadi-geschriften, die je niet moet verwarren met de Dode Zeerollen, want die zijn iets later gevonden in een grot. Maar die Nag Hammadi-geschriften die bleek in een kruik te zitten. Uiteindelijk waren het 52 hoofdstukken of zo. Het waren hier wel 13 boeken. Waar verhalen in stonden over Plato, maar ook over gesprekken met Jezus. En ze stonden daarin. En waarin Jezus onder meer waarschuwt voor die argonten. Het interessante is, vond ik, een detail is, hij vertelt het op een gegeven moment aan Johannes over die argonten. En hij vertelt daarbij dat Johannes het verhaal over de argonten niet mocht doorvertellen en daar geld aan mocht verdienen. Met andere woorden, dus je mag wel hebben over argonten, maar dan moet je het ook zuiver houden. Dus je mag er niet eens. Dat vond ik een leuk principe, zo van ja. Je mag geen geld verdienen aan alleen al het delen van de informatie over argonten. Wow. Staat dan in die oude geschriften. Vertelt Jezus dus aan Johannes. Het heeft dus iets heel erg puurs eigenlijk, het verhaal. Het is een waarschuwing. Zij vertellen, het is een heel verhaal, dan kom je terecht bij een scheppingsverhaal. Er zijn heel veel scheppingsverhalen in allerlei oude culturen. Maar in kort komt het erop neer dat er dus krachten zijn die, zo noem ik het dan, werken met de bouwstenen van de schepping, zonder de schepper ervan te erkennen. Dus er is een soort bron waaruit alle levenskracht, alle bewustzijn voortkomt. Dat is ook wat ons en alles in leven brengt en houdt. En die krachten die hebben besloten van wat God kan, dat kan ik ook. En die zijn gewoon een eigen filiaal hebben die geopend. Die zijn gewoon, dat is het verhaal van Lucifer. Dat is de gevallen engel die dacht, wat God kan, dat kan ik ook. En die begon gewoon eigen schepping. In de Nag Hammadi-geschrift is een heel ingewikkeld verhaal, wat ik in mijn laatste boek ook beschrijf. Allemaal uitgebreid, opgesloten in een piramide. Maar het komt erop neer dat je bent schepper. Dus als je schepper bent, dan weet je pas dat je een schepping hebt, als je ook medeschepper hebt.
Maar... Nou ja, in de lichamelijke geschriften, het zijn twee, in het Nederlands zijn ze aanvankelijk in twee dikke pillen uitgebracht bij uitgeverij Anke Hermes. Het is echt een boek van, ik geloof wel 1200 pagina's. Maar het hoort wel, ja, als je dan zo nodig een Koran of een Bhagavad Gita of een Bijbel in huis haalt, haal dan ook de lichamelijke geschriften in huis. Wat, als je nou kijkt naar zo'n boek als de Bijbel en de Koran, als je dan die geschriften op zichzelf neemt en wat zij zeggen, geeft dat weer bijvoorbeeld meer legitimiteit aan het überhaupt het feit dat er een Jezus bestaan heeft? Of is het mogelijk dat het vanuit die tijd een soort science fiction verhaal was? Ik bedoel, stel voor dat deze beschaving verdwijnt en we zouden alleen Star Wars overhouden. Ja? In boeken. Ja? Dan duizenden jaren later komen ze ineens met Star Wars. En dat is voor ons bedoeld als entertainment. Wat ons onder meer tot mens maakt, is dat we vertellers zijn. En wij creëren vanuit onze verhalen ook onze werkelijkheid. En vertellen, dat kan je, verhalen die kan je zo vertellen zoals wij dat nu doen. Tot en met, je kan er speelfilms van maken. Maar goed, ook geschriften. We hebben op een gegeven moment het schrift gekregen. Nogmaals. Ja, de Bijbel pretendeert natuurlijk een letterlijk verhaal te zijn van wat er gebeurd is. Ja, dat is een lastige. Je moet begrijpen, dat er hebben altijd mythes bestaan. Maar mythes zijn altijd bedoeld geweest. Als metaforen om, laten we zeggen, ja, het menselijk bestaan, maar dan vooral ook het niet tastbare ervan. Dus de problemen die wij psychisch kunnen hebben, de emoties die we ervaren, om die in een verhaalvorm over te brengen. En daarmee moet je vaak het verhaal dus niet altijd letterlijk nemen. Ik bedoel, mythes mythes zijn wel de oudste verhalen op aarde. Ja, en die zijn ook voor het geschrift, zijn dus ook van oor tot oor gegaan. Ja. Zeg maar in de naleving. Ja, ze zijn aanvankelijk is het een orale overdracht geweest, dus gewoon mondeling. En we hebben nog maar ruim 5000 jaar het schrift. Het is ontstaan in Midden-Oosten, in Sumerië. Nog maar ruim 5000 jaar terug. En toen heel snel daarna was het in Egypte en in India, in Noord-India. En daar begint dan de geschiedenis. De beschaving. Dat de oudste taal, geschreven taal is Sanskriet, toch? Uit India, dat is... Ja, dat is het oudst bestaande nog steeds gebruikte schrift. Okay. Zoals ook het Hebreeuws heel oud is en ook de Maya-taal heel oud is. En nog geschreven taal die ook nog steeds gelezen wordt. Het Sumerisch, dat was het... Dat ging met die kleitabletten en dan had je dat spijkerschrift. Cuneiform heet dat, ja, in het Engels. Dat kan bijna niemand meer lezen. Er zijn enkele tientallen wetenschappers die het kunnen lezen. En het Oud-Egyptisch met die hiërogliefen kan ook niemand meer lezen. Het Koptisch nog wel, wat later gekomen is. Maar inderdaad, het Sanskriet wordt nog steeds, dat kunnen mensen nog steeds lezen. Ja. In die zin is dat weer de oudste geschreven taal die nog gebruikt wordt, ja. Wat betreft die spijkerschrift. Als we de geschiedenis zoals wij die nu op scholen leren, weet je, ook over de Egyptenaren, waarbij stel de geschiedenislessen zoals wij die op school krijgen. Daaruit blijkt nu op latere leeftijd voor heel veel mensen dat bijvoorbeeld het hele verhaal over de piramides en het ontstaan daarvan, dat je achter je oren krabt van hoe kan dat? Maar de reguliere geschiedenis, die wil daar totaal niet aan. Die stelt ook die vragen niet van hoe kan Machu Picchu bijvoorbeeld die stenen, hoe kunnen ze zo hoog, zulke grote stenen zo haarfijn in elkaar gesmolten in een muur van 100 meter? Ja, kijk, uiteindelijk, oké, okay, nou, nu wordt het... Nee. Hoe verder je teruggaat in de geschiedenis, hoe meer inderdaad mythe en werkelijkheid door elkaar lopen. Dus fantasie en werkelijkheid door elkaar lopen. Het is heel moeilijk om... Je kan dus de Bijbel niet letterlijk nemen. Ik heb, als je dat historisch gaat onderzoeken, dan heeft een figuur als Abraham, die ook in de Koran voorkomt en bij de Joden, die heeft waarschijnlijk niet bestaan, maar is een mythisch figuur aan wie allerlei eigenschappen worden opgehangen als... Abraham is een soort van de aartsvader. En zo heb je dan die ook een soort supergelovige was, die trouw was aan God. Wie dat ook wezen mag in de Bijbel. Want ja, daar kun je ook nog vraagtekens bij stellen, wie Jehovah was. Maar je hebt een God in het Oude Testament en in het Nieuwe. In het Nieuwe is het heel lief en in het Oude was het gewoon een beest. Gewoon.
Jehovah was wel een wraakzuchtig figuur. Ja, ja als je... Je kon je beter altijd maar gelijk geven, anders kon je wel... Als je niet aan zijn kant stond, dan mocht je eraan. En kinderen, vrouwen, alles mocht eraan. Dus ja, je komt ook... Ja, nou gaat het... Oké, nou wordt het al ingewikkeld. Dan moet je gaan kijken waar Jehovah voor staat. Er zijn meerdere betekenissen die je aan het woord kan geven. Maar één is weer heerser. Maar dat kan je ook zeggen over de figuur Baal, die ook in het wat nu Israël is... een paar duizend jaar terug al tegenkwam. En het was geen lievertje die God, er werden kindertjes aan geofferd. En dan kom je bij dat verhaal terecht van... Maar nou gaan we alle kanten op. Maar even weer terug naar die argonten, want daar ging het om voordat jij met je koffie aan de gang ging. Ja, inderdaad. Het gaat om bepaalde krachten die het verhaal... Er zijn heel veel scheppingsverhalen, maar die in de Nag Hammadi is onder meer het verhaal dat... Sophia Pistis, Sophia de Wijze, was dan een dochter van de schepper. En die heeft toen besloten om vanuit de schaduw van de schepping een eigen schepping te creëren. Kreeg daar spijt van en die heeft toen de argonten geschapen. En de hoofdargont was Jalbarot en dat is ook de demiurg, wordt die ook genoemd bij de Joden en in andere religies. En die hebben een kunstmatige wereld geschapen, een illusie, een leugen in feite. Want ze ontkenden gewoon de bron waaruit het voortgekomen is. Ze zijn gewoon hun eigen filiaal begonnen, uit de schaduw van de werkelijke schepping, ook nog een keer. En Sophia kreeg spijt en toen heeft de schepper besloten van, nou weet je wat, en het zijn die argonten geweest die dan weer mensen geschapen hebben, zo moet je dat ook nog zien. En toen heeft, omdat Sophia spijt kreeg, heeft toen de schepper besloten om juist ons de goddelijke kracht te geven. En niet die piraten die zich hebben losgemaakt van de werkelijke bron, dus niet die argonten. En dat is meteen het grote geheim, dat het niet de argonten, die duistere krachten zijn, die overal bezig zijn met macht en controle, maar dat het juist de mensen zijn die de werkelijk goddelijke kracht in zich hebben. Dat is waar ze ons vooral van af willen houden. Want er wordt ons verteld dat we niks waard zijn. En dat we dus allerlei goden en gedachten en autoriteiten buiten ons om moeten volgen. Om er een betere wereld van te maken. Maar de werkelijkheid is natuurlijk heel anders. En het is een grappig idee dat eigenlijk wij dus de goden zijn die nou denken dat ze slaven zijn. Want dat is wat je wordt wijsgemaakt. Dat je dus, en dat is waarom ik probeer af te rekenen voor mezelf. Ook met allerlei verslavingen aan welke het ook zijn. Ja. Ja, wat dat betreft hebben we verschillende gesprekken gehad. Dus als mens ben je zuchtig, je vindt dingen leuk, je vindt dingen fijn. En dan heb je natuurlijk ook de eigenschap dat sommige stofjes en dingetjes zijn natuurlijk verslavend. Maar jij hebt net als ik ook de wens om je vrij te vechten van eigenlijk elke dwang die er maar kan zijn. Dus of dat nou... Maar dat betekent ook, dus niet alleen maar van dingen buiten jezelf, maar ook dingen in jezelf. Zoals bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld ook roken. Dat vind jij dat het ja, dat mag geen vat op jou hebben. Daar ben ik dus ook maar weer mee gekapt. Maar ja, dat is iets wat ik trouwens om de paar jaar deed, lijkt het wel. Dus ik kijk hoe lang ik het nu weer volhou. Maar ook drinken ben ik een hele tijd mee gestopt. En ik drink nu heel af en toe nog een wijntje. Maar dat ging meer, weet je, met blowen doe ik hetzelfde. Ik wil gewoon niet dat ik iedere dag die stoffen gebruik. Want dan worden die stoffen mij de baas in plaats van andersom. Maar jij legt dus duidelijk een link tussen bijvoorbeeld waar dan de argonten voor staan. En het feit dat dingen je als mens vasthouden in bepaalde dingen. Belemmeringen zijn. Nee, ik wil niet verslaafd zijn. Ik wil geen slaaf zijn. Dus ook niet verslaafd zijn. Ja, want dat is een beetje ook de kern van waar dit gesprek een beetje over zou gaan. Hè? Dat is dat... Wij constateren dat eigenlijk de mensen als zodanig, zonder dat ze het doorhebben, eigenlijk al honderden, zo niet duizenden jaren, eigenlijk op een bepaalde manier slaaf zijn. Nou ja, dat wordt je verteld dat je dat bent. Maar ja, verteld dat in de Nag Hammadi die geschriften kan je lezen, en het zijn 2000 jaar oude geschriften, die al die tijd verborgen zijn geweest. Daarom vind ik ze leuk, hè, want ze zijn gewoon, dat Nieuwe Testament, dat heeft pas in de 4e eeuw na Christus, bij het concilie van Nicea
door... Constantijn. Ja, precies. En die heeft eigenlijk de religie gekaapt. Ja, die heeft een beetje he? Bepaald van, nou, dat doen we wel en dat doen we niet. En weet je... Ja, en hij heeft Jezus goddelijk gemaakt. Ja. En de heilige drie-eenheid, de heilige geest, God en de zoon. En dat was dan één, maar dat is kunstmatig gemaakt door de... Ze hebben er heel veel. Reïncarnatie is eruit gedonderd. Want ja, je hebt natuurlijk geen... Je hebt wel controle over het hiernamaals, maar dan het hiervoormaals kan je niks over zeggen, dus doe maar weg. En ja, alleen mannen mochten priester worden. Ja. En die mochten hun geslachtsapparaat alleen maar gebruiken om te plassen. Verder, nee, dus niet waar het verder voor bedoeld is. En zo hebben ze allerlei rare regels ingesteld. Het vrouwelijke werd sowieso aan de kant gegooid. Maar het was ook de strijd ging ook tussen Gnosis en Fides. Gnosis, dat is het weten. De apostel Thomas, die werd de ongelovige Thomas genoemd. Maar Thomas wilde zelf dingen onderzoeken. Die was letterlijk ongeloof. Hoe zeg je dat? De ongelovige. Want die wilde weten. Ja. En Fides, dat is vertrouwen, is geloven. Dan moet je er maar op vertrouwen, weet je wel. En de Gnostici zei, nou ja, onderzoek het zelf. Daarin kwamen ze overeen met de boeddhisten. Boeddhisme is uit dezelfde tijd ontstaan als de Gnostics, hè? Alleen in het oosten. En wij in het westen, want de Gnostics zegt gewoon, onderzoek het zelf. Of ken u zelf. Ja. Wat boven het orakel van Delphi ook hing. Weet je dus, bij die tempel. Ken u zelf, daar komt het op neer. En dat is ook wat het boeddhisme zegt, er is niks buiten je om wat niet in je zit. Maar dan, kijk, dan ben je dus niet bezig met een god of een priester buiten of boven je om. Dan wil je zelf dingen onderzoeken en dat delen met elkaar. En daarin kregen ze conflicten. Want de eerste christenen, hij is niet alleen van mij deze vergelijking, maar die eerste eeuw van christendom, die eerste christenen waren net een soort wappies, die allemaal heel ongeorganiseerd met elkaar bezig waren, allemaal eigenwijs waren, allemaal zelf dingen onderzochten, die wisten hoe liefde en geduld werkten. En die hadden zo wel hun voormannen, zal ik maar zeggen, of voorvrouwen. Maria Magdalena nam ook een belangrijke plek in de verhalen. Nou ja, het waren mensen, dus op een of andere manier... Maar kijk, en dat werd op een gegeven moment zo'n grote groep, dat het politiek interessant werd voor de Romeinse keizer. Dus die wilde ze voor hun karretje spannen, maar hij zag wel, het is wel een zootje met al die bisschoppen en priesters en iedereen doet maar wat. Met orde en structuur. Er moet een beetje orde in komen. Toen is dus die Romeins-Katholieke kerk uiteindelijk ontstaan, want... In de nog geen eeuw nadat Constantijn overleed, die pas op zijn sterfbed overigens christen werd. Toen is het hele Romeinse Rijk ingestort. En eigenlijk is die hele infrastructuur door de Romeins-Katholieke Kerk overgenomen. Dus werd Caesar vervangen door een paus. Daar komt het kort op neer. En toen hebben die middeleeuwen, dat is 1000 jaar lang, hè, van 500 tot 1500 is er een overheersing geweest door de Katholieke Kerk. Die bepaalde dat de aarde plat was en dat nou, al die... verhalen. Ja. En daarna kwam de renaissance en gingen we weer zelf nadenken in het westen. Want in het oosten waren ze er alweer verder mee. De Chinezen en de Indiërs die hadden al langer tradities waarin dingen gewoon, laten we zeggen, objectief onderzocht werden. Ja. Maar nou dwaal ik af, want nou ga je dus een soort samenvatting van... Ja, gronden, weet je, het punt is... hoe kan je ze het beste omschrijven? In Nag Hammadi zei ik al, staat dat het entiteiten zonder identiteit. Ze hebben geen vaste vorm. Voor zover ze een vaste vorm hebben, worden ze beschreven als slangachtige wezens. En werd Jalbarot, de hoofdachtgrond, beschreven als een slangwezen met een leeuwenkop. Die staat ook op Romeinse munten. En wat er aan de hand is met die cultuur, is dat het zijn slangachtige wezens die zelf niet kunnen creëren. Ze kunnen alleen maar kopiëren en parasiteren. Met andere woorden, ze hebben de levenskracht, wat gewoon goddelijke kracht is, van anderen, van mensen nodig om zelf te kunnen bestaan. Dus wat ze doen is eigenlijk gewoon mensen in angst houden, in lagere trilling, lagere emoties, waardoor ze niet in hun hart zijn, maar gewoon bang zijn. En die emoties, die ook in oorlogen en strijd naar voren komt, en lagere seksuele driften, die zuigen ze op. En dat is hun levenskracht. Want zelf hebben ze dat. Ze zijn niet goddelijk. Wij zijn degene die goddelijk zijn. Dat is de grap. En maar dat wordt een hele... Dat verhaal, dat gaat door nu... met het hele inentingsprogramma, want op deze manier worden, en het cyborgprogramma, want het heeft ook met transhumanisme te maken, want die krachten, die kunnen alleen maar namaken, en
Ja, ik zit me wel eens af te vragen hoe dat met dat inenten nu verder moet. Want ik denk dat je straks cyborgs en vrije mensen krijgt. Twee groepen. En wij vrije mensen, wat je kan krijgen is dat mij, wat je krijgt met, als je DNA gaat koppelen aan andere stoffen. Dus als je dat messenger RNA, dan breng je bepaalde, oké. Dit wordt al ingewikkeld, dan moet je iets uitleggen over DNA. Maar de grap is dit. Ondanks wat ze beweren, kunnen mensen nog steeds geen DNA maken. Dat zal ook nooit lukken. Ze kunnen wel, ze kunnen het inpakken, gevangen zetten, knippen, plakken, kopiëren. Ze kunnen het manipuleren, maar ze kunnen het niet zelf maken. Dus ze kunnen er iets aan toevoegen, maar ze moeten altijd gebruik maken van bestaand DNA. Wat ze niet kunnen maken. Is hetzelfde als dat wij niet in staat zijn om, laten we zeggen, elektriciteit aan zich te kweken. Wij weten niet, een elektricien weet niet wat elektriciteit is. Hij kan ermee werken. Hij kan de kinetische effecten meten, hij kan het opwekken. Maar wat het spul is, weten we niet. Hetzelfde als dat we niet weten wat levenskracht is. Levensenergie, ki, chi, prana. Dat wat je hart laat tikken, weten we niet. Ja. Maar we kunnen wel werken met de kracht ervan. En dat is wat die agonden doen, die kunnen het goddelijke, of die kunnen die levenskracht, kunnen ze niet namaken. Ze kunnen inpakken, misleiden, stelen, maar ze kunnen het niet zelf produceren. Dat kunnen wij wel. Wij kunnen nakomelingen produceren, want dat zit in dat programma wat DNA is. Want DNA is gewoon een computerprogramma wat aan levensvormen uitlegt hoe het zichzelf kan reproduceren, A en B, hoe die soort zichzelf zal waarnemen. Dus met andere woorden, zit ook een bewustzijnsverhaal zit erin. Dat een hond ziet zichzelf anders dan een kat of een mens of een plant. Dus het heeft ook te maken met hoe die soort zich zal waarnemen. Dat kunnen ze niet, dat kunnen ze namaken, maar ze kunnen het niet maken. En dat zal altijd een probleem blijven. Met andere woorden, als jij straks mensen gaat inenten met mRNA, wat gaat koppelen aan DNA, dan kan er een programma gaan lopen waardoor mensen onvruchtbaar worden. Wat al gebeurt met planten en met dieren die gekloond worden. Want dat kunnen we inderdaad, we kunnen het klonen. Maar dit zal altijd onvruchtbare planten en dieren opleveren. Dat schaap Dolly, dat had geen nakomelingen. Ja. Die stier Herman ook niet. En de tomaten van Monsanto, die brengen geen zaad voort. En dat ga je straks met mensen ook krijgen. Dus het is een letterlijk doodlopend spoor. En dan wordt het boeiend, want dan krijg je straks een groot deel van de menselijke soort zal uitsterven. Die worden wel manipuleerbaar, snap je? Want je krijgt chips in zich en alles, waardoor ze over eigenschappen kunnen beschikken die ze misschien nu niet hebben. Maar ze worden aanstuurbaar. Wat mijn waarneming is, want ik kijk dingen op energieniveau, is dat je hoort nu verhalen van mensen die ingeënt zijn, dat die ziel eruit is. Dat is niet mijn waarneming. Want dat zie jij dat? Je kan ze in de ogen kijken, je ziet nog steeds dat iemand... aan iemands ogen kan je zien of iemand aanwezig is. Maar kan het niet andersom zijn? Dat bijvoorbeeld, ik zie de mensen die mondkapjes hebben gedragen, terwijl al duidelijk is dat het complete onzin was. En zelfs een stap hebben gemaakt dat ze zich hebben laten bedotten dat een vaccin belangrijk is, omdat dat corona zo erg is. Dat is ze wijsgemaakt. Ik beschouw wel in mijn hoofd die mensen als afgeschreven. Niet dat ik wil dat er wat ergs gebeurt. Maar hoe kan je die mensen nou nog serieus nemen? Als je je zo hebt laten belazen. Ja, maar in hoeverre kan je überhaupt de mensheid serieus nemen als het een soort is die zijn eigen woonplek, namelijk planeet Aarde, naar de kloot helpt? Dat is voor mij hetzelfde vraag en hetzelfde antwoord. Met de meeste mensen op deze planeet gaan we het niet redden. En het is geen oordeel, het is voor mij gewoon een waarneming van, ja, want we hebben er met z'n allen een zootje van gemaakt. Laten we eerlijk zijn. Nou ja, ik voel me niet aangesproken. Maar als je zegt, ik vind het altijd lastig als je zegt, we hebben dit en dat gedaan. Nee. Nee, als soort. In zijn algemeenheid. Als soort. Ik zou mezelf niet eens als dat soort, het klinkt heel apart, maar ik zou mezelf niet 100% tot dat soort verklaren. Omdat veel van de dingen zijn zo onverklaarbaar in mijn ogen. En zo ver weg van de logica, dat kan niet bij me horen, denk ik. Nee, maar... Heb jij dat niet een beetje, dat je denkt van, nou, dat is toch wel absurd? Heb je dat niet? Over de mensheid, dingen die ze doen en het is absurd in hoeverre ze zich laten misleiden en manipuleren. Dat is werkelijk grenzeloos geworden. En kijk, dat is er al duizenden jaren, het wordt alleen nu duidelijker.
En er is een x-aantal mensen dat, die van nature zich daartegen verzet. Die kennelijk op een eigen autoriteit vertrouwt. Dat is het grote verschil. Die gewoon bij zijn eigen zuivere waarneming blijft van wat zijn nu de cijfers. Want dat wordt allemaal gemanipuleerd. Er wordt ons door een schoolleraar die minister van Volksgezondheid is geworden in Nederland. Van alles verteld wat gewoon niet op feiten berust. Ja. Of de feiten worden gemanipuleerd. En dat is niet een mening, dat is gewoon... Hoe kan het zijn dat zoveel mensen ook bij de media zo aan het slapen zijn? Ik bedoel, ik kan niet geloven dat ze allemaal slecht zijn, maar als je ziet wat het gevolg is van het wegkijken en het weigeren je hersens te gebruiken en het verslag te doen bijvoorbeeld van wat er werkelijk ligt aan informatie en wat er werkelijk is, zie jij daar een kwaadaardigheid in of hoe zie jij dat? Nee, het meeste shit gebeurt niet uit angst of wantrouwen, maar uit onwetendheid. Is mijn waarneming. Snap je? Dus het is geen kwaadaardigheid. Het is gewoon onbenul, onwetendheid. Niet goed geïnformeerd maar nou zijn of willen zijn. Dat is de vraag weer. Een tak als journalisme. Ja? Als het van oudsher de taak van de... Het is eigenlijk de vierde of vijfde macht toch in een land. Het is de media die hoort... verslag te doen naar eer en geweten. Ik bedoel, er zijn natuurlijk codes voor opgesteld. Er zijn maar daar wordt allemaal niet gehouden. Ethische codes zijn er, maar ja. Ze kunnen, dat zijn niet allemaal mede domme mensen die codes kunnen vergeten en dan zien afspelen en gewoon helemaal niet naar eer en geweten daarop reageren. Is dat niet kwaadaardig? Dom is niet dat je dus niet verstandig bent, maar dat is je kan heel slim zijn en toch dom bezig zijn. Omdat het is iets anders of je over kennis beschikt dan of je over wijsheid beschikt. Ik snap waar je heen wil, maar als dat zo ver gaat dat ze nu zelfs vanuit de volwassen vaccinatie, dat ze nu zelfs zo ver gaan dat ze, omdat het gewoon, ja, dat levert nog meer geld in het luidje. Vanaf 12 jaar kinderen willen vaccineren. Ja. Als je dat vanaf het begin af aan door die domheid die jij zegt laat gebeuren. En het is een hellend vlak. En we gaan nou ook de kinderen en misschien de baby's ooit vaccineren tegen corona. Terwijl het bullshit is. Is dat niet kwaadaardig dan volgens jou? Wat daarachter zit vind ik wel kwaadaardig. Maar, het wegkijken zie je. Maar de mensen die dat doen, die doen het vanuit angst en onwetendheid. Oh. In feite. Want als je een beetje afstand neemt en nadenkt, dan weet je dat pubers gewoon... geen besmettingshaard zijn. Pubers hebben geen last van corona. Nou ja, alle mensen onder de 70 zonder klachten. Nou, wat laatst ook iemand zei, als je kan eigenlijk ouderdom ook maar op de A-lijst van ziekte zetten, want dat je boven je 80ste overlijdt is nogal groot, is groter dan van welke ziekte dan ook. Ja, dus zet ouderdom maar op de A-lijst. Corona is ook, als je kijkt dat het een, net als de griep, ik heb het wel eens eerder gezegd, mijn oma die zei vroeger altijd in de maanden met de R, dus in de winter, dan komen ze dorre hout kappen. Het dorre hout wordt gekapt. Ja. Als metafoor voor alles wat zwak, ziek en misselijk is en wat niet bestemd is, dat wordt opgeruimd door de griep. Dat wordt, bijvoorbeeld of wat dan ook. Ja. Maar ja, het is net zo dodelijk als de griep. Is het ooit al eens eerder voorgekomen dat er een ziekte compleet is verdwenen? En dat daar een ziekte voor in de plek is gekomen die exact dezelfde doelgroep heeft? En dezelfde besmettelijkheid, dezelfde klachten. Ja. Dus volgens mij is het de eerste keer dat gebeurd is. Ja, de griep is ineens verdwenen, hè? Sinds we corona hebben. Volgens mij was de laatste griepdode 15 maart. En als dat nou de mensen al geen lampje doet rinkelen, dan... Maar goed. Ja, maar dat is weer mind control. Denk jij dat de argonten aan het werk zijn met die mensen? Ja, dat zijn argontische krachten die psychologisch in menselijke vorm je moet vertalen als psychopathische krachten. Want als jij de pathologie neemt van een argont, dus gewoon laten we zeggen, een soort psychologische omschrijving van die krachten, dan heb je gewoon de pathologie van een psychopaat. Namelijk iemand die geen geweten heeft en die geen inlevingsvermogen heeft. Geen empathie dus. En die uit is op macht en controle. Dat zijn dus wat dan. En psychopaten die maken een klein... Die, fysiek gesproken is een paar procent van de volken is gewoon psychopaat. En dat is een heel palet. Hè, van
Het zijn ook sociopaten, het kunnen borderliners zijn, narcisten en in allerlei gradaties. Het zijn niet allemaal massamoordenaars. Nee. Maar die kunnen niet in hun hart zijn. Die kunnen niet, want dan kom ik even weer terug bij mijn waarneming over mensen die, dat ging een andere kant op. Ik vertelde daar straks dat mijn waarneming bij mensen die ingeënt zijn niet is dat ze dat er geen ziel in dat lichaam zit. Ik zie alleen dat die ziel meer gevangen zit in het lichaam. Dus die heeft minder contact met zijn lichaam. Die heeft meer, ik vertrouw op de natuur in mezelf en om me heen. Dus ik probeer goed contact met mijn lichaam te houden over wat daarmee aan de hand is en wat het nodig heeft. Dus wat ik aan voedsel en gedachten tot me moet nemen en zelf moet uitzenden en moet verteren. En mensen die een prik hebben gehad, die lijken soort meer gevangenen te worden in hun lichaam, die zielen. Dus ze zitten er nog wel. Maar ze hebben minder controle over hun lichaamsfuncties, lijkt het wel. Ze worden daarin meer afhankelijk van wat er buiten hun, van buitenaf ingestopt wordt. Chemisch zowel als ook in gedachtes. En dat wordt dus een weg waarop je inderdaad op een gegeven moment een lichaam krijgt waar nog wel een computerprogramma in zit. Dus dat is DNA. Maar waarin niet meer vertelt wat, hoe het zichzelf kan voortplanten, al was het maar om de menselijke soort te redden. Want zo'n ziel wil de natuur niet. Want dan wordt een natuurlijk lichaam bewoond door een energie die, laten we zeggen, afgescheiden is van de natuur. Van het instrument wat het ter beschikking heeft gekregen om hier als goddelijk wezen iets te ervaren als mens. Daarentegen heb je mensen die dat niet hebben. Waar ik mezelf toeschaar en jij, waarschijnlijk jij ook. Wij hebben meer kennelijk een gevoel van, nou ja, ik ben baas over mezelf, over mijn eigen lichaam, over mijn eigen gedachten. Of althans, ik probeer dat. En daar komt de schepping denk ik verder mee. Want dan bepaal je dus dat je zelf medeschepper in de schepping bent. En dat zijn we in feite, want wij zijn niet alleen schepsel, we zijn ook schepper. Dat is het grappige van mensen. Wij zijn het in voor Maya's, want ik ben bekend geworden destijds door al die boeken die ik over Maya's en Maya-kalenders geef. Voor de Maya's zijn wij het kleinste stukje, zijn wij kien, het kleinste stukje van het geheel waar ook het geheel in zit. Dus verder kon God zich niet meer opsplitsen in kleine stukjes. Wij zijn het kleinste stukje wat ook nog bewust is van zichzelf en het grote geheel. Wat een interessante benadering. Verder kon je dat. En dat kleinste stukje is bezig gegaan, en toen werd het eng. Met het opsplitsen van de bouwstenen van de schepping, namelijk atomen en de genen, zijn we uit elkaar gaan peuteren. En vanaf dat moment, dat was in 1945, hebben we niet alleen de Nagamma die geschriften gevonden, maar krijg je ook toename van waarneming van UFO's. Het was alsof buitenaardse, die wij gewoon zijn in andere werkelijkheden, kwamen kijken, wow, wat zijn die mensen nou aan het doen? Nou gaan ze echt het atomen en al die dingen uit elkaar halen. Straks dondert de hele schepping uit elkaar. Weet je, en ja, daar zit iets in, want we zitten op een kruispunt in feite, waarin we die hele planeet naar de kloten kunnen helpen en onze hele soort naar de kloten kunnen helpen. En ja, dat is wel iets bijzonders om dat mee te maken, om het zo te zeggen. En dat hele programma met corona, met die injecties, ja, met die gentherapie, want dat is het gewoon, ja, dat helpt daar wel aan mee. Maar er zit al lang een heel programma achter, dat weet jij en ik ook. Van controle en macht, wat al duizend jaren loopt, wat nu een nieuwe fase ingaat door de technologie. Ja, dat is goed dat je dat zegt. Dat is iets waar ik de laatste tijd heel erg mee bezig ben, is omdat ik probeerde te snappen na zoveel gesprekken met mensen in het afgelopen jaar en door die hele beweging te zien van die mensen die nu in de kern van de zaak tegen de overheid zijn, hè? Ja. Dan zie je dat de overheid alle structuren in handen heeft, de politiek is gekocht. Het is zodanig vastgelegd dat wat ze willen, kunnen ze ook uitvoeren. De enige manier hoe de dingen kunnen veranderen is in de wet. Dat komt door de staat Nederlanden. En daarmee zijn we kansloos. De media doet niet mee, want die is gewoon één grote whitewash voor het overheidsbeleid. Die ja. doet niet hun eigen ding. Dus dat is ook een stuk gereedschap van de overheid. Dat maakte mij een beetje moedeloos, want wat zie je daar tegenover? Mensen zoals jij en ik, die heel kritisch denken. Ja. En je ziet een hele groep mensen die naar zich op zoek is naar manieren om zich te uiten. Nou, dat komt niet verder dan, nee, dan demonstraties. Ik denk dat je niet te veel van een overheid meer moet verwachten. Want ik ben meer dan 10 jaar geleden betrokken geraakt bij het opzetten van wat de Blije Bank is. Met een ander financieel systeem. Bank of Joy. Bank of Joy.
Oh, dat is van Ronald Bernard, ja. Hoe heet je? Bijvoorbeeld, Ronald Bernard. Ja. Daar werkte ik toen mee samen veel. Gaan we trouwens binnenkort een programma over maken met, Erik Boomsma. Oké. Hij is ambassadeur geworden van, die club. Ik ben ex-ambassadeur van de Bank of Joy. Ah, oké. Okay. Ja, voor de mensen die het nog niet weten, dat is ook een initiatief om een nieuwe munt te beginnen die dan als alternatief is, de URA. Dus als je wil investeren, mensen, investeer in de URA. Google Bank. We moeten eigen betaalmiddelen creëren, dus, want we zijn nu niet vrij in de waardebepaling van onze eigen onderlinge transacties. Ja. Dan kan je bijvoorbeeld met een tientje betalen. Maar dat lease ik weer van een bank. Dat moet ik met rente. Dat is een stukje schuld wat ik heb aan de bank weer. Want het bestaat pas om. Nou goed. Ja, we gaan een apart programma. Dat wordt een apart verhaal, denk ik. Want als je wilt weten hoe de matrix werkelijk in elkaar zit, dan is het gewoon follow the money. Dat is een uitspraak van Karl Marx. Maar als je wilt weten hoe de macht ligt, dan moet je het geld gaan volgen. Ja. En daar schrok ik van. Want ik wist toen 10, 12 jaar terug al hoe geld uit het niets gecreëerd werd. En ik kwam er toen ook achter dat. Ik heb gesprekken gehad met staatssecretarissen en woordvoerders van financiën in Nederland, maar ook van het Europarlement. En ik kwam er toen achter dat zij niet eens wisten dat het geld niet van dat het geld door particuliere instellingen uit het niets gecreëerd wordt. Dat de euro niet eens van ons is. Dat wisten zij helemaal niet. Nee. Net zoals ik toen al wist dat multinationals amper of geen belasting betalen. En wij de belasting betalen voor de infrastructuur waarop zij hun winst kunnen maken. Daar komt het dat is ook een vorm van. Maar goed, dan gaan we over dat onderwerp beginnen. Nou ja, we hebben inderdaad genoeg. Nou ja, zeg jij maar wat jij. Nee, waar je wil focussen. Nee, maar wij moeten. Nou kom je terecht bij wat nu genoemd wordt de parallele samenleving. En daar moeten we op inzetten. Dus ik heb steeds minder zin om nog met die hele overheid en die multinationals bezig te gaan. Daar is de wereld niet beter van geworden. Ja. En je hebt het over die journalistiek, ja, die zitten in het verlengde daarvan. We zitten in Nederland, wij zijn het enige land in Europa wat geen constitutioneel hof heeft. Dus geen rechters die de wetten aan de grondwet kunnen toetsen. En dat is bedacht in de 19e eeuw, dat het toebehouden is aan het parlement. Maar het parlement laat het volslagen afwezen op dit moment, ja. Inclusief de pers. Want dat gaat samen. Nou ja, je zou kunnen zeggen dat wat er op dit moment in de Kamer zit, als je kijkt naar de feiten van de coronacrisis, et cetera, ja. Dat zijn het stel complete idioten eigenlijk. Ze hebben geen benul wat er aan de hand is. Ik kwam erachter door die gesprekken met die politici, waarmee je gewoon soms in de kleedkamer zat voordat we samen in een uitzending waren. Net in die kleedkamers heb ik leuke gesprekken met ze gehad. En ik ontdekte van, ze zijn niet kwaadwillend. Of leugenachtig, ze zijn onwetend. Ja. Ze weten echt niet hoe het zit. Nou ja, ik ben wat verder dan jij. Aanreiken die zij niet kenden. Nee, maar onwetend vind ik niet echt een excuus. Nee, dat is een hele goede kwestie. Want, omdat ik vind het ook een soort van kwaadaardigheid. Als je ziet het belang van zoveel dingen en de impact van zoveel dingen. Ja, maar dan moet je en dan onwetend zijn en niet openstaan voor dingen, dat vind ik ook. Maar goed, dat is mijn mening. Hè. Maar die vraag kun je stellen. In hoeverre. Nou, wil je iets niet weten? Snap je? Dus, en mensen zijn daar selectief in omdat ze allemaal getraumatiseerd zijn. Nou, het is zo, ik weet niet of jij dat ook hebt. Als je bepaalde dingen eenmaal weet, kan je het niet meer, als je het eenmaal ziet, kan je het niet meer ontzien. Nee. Dus, en het lijkt net alsof bijvoorbeeld zeker mensen in het parlement de deuren en ramen hermetisch gesloten houden. Ze willen dingen niet dat weten. Dat het gewoon een onwil is om dingen te weten. Terwijl. Het enige wat je als mens moet doen is de nuchterheid opzoeken en dan de feiten voor zich laten spreken. Maar dat weigeren ze. Dat is hetzelfde dat nu, wat was het gisteren, hoe is het mogelijk dat in het parlement corona op de A-lijst is terechtgekomen? Even serieus. Ja. Als je dat alleen al als feit neemt, als je op een weegschaal legt, alle eigenschappen van ebola. Ja. Als je dat als maatstaf neemt voor waarop iets op een A-lijst wordt, met alle wettelijke gevolgen van dien. En je legt corona daarnaast. Dan kan je toch niet anders concluderen van, het is beruchter omdat het door de media gehyped is. Maar de pure koude cijfers laten niet zien dat het om hetzelfde besmettelijke. Nee, het wordt gelijkgesteld aan bijvoorbeeld ebola, wat een death fatality rate of een stervenskans van 50% heeft. Ja. Terwijl met COVID-19/griep, whatever ademhalingsziekte we hebben.
Dus, wat zou het zijn, 0,015 of 0,015%, ja. Dat is door de WHO een paar verklaard. En onder de 70, en dat is ook nog zoiets, hè? Misschien is het ook wel interessant om eens over te hebben. Als je rekent dat onder de 70 is het bijvoorbeeld nog maar 0,05%. Ja, het zit vooral boven 80 plus. Maar die mensen. Ik kan me herinneren toen een schoonvader van me. Die was een beetje zwakjes. Hij was ook al dement. En op een gegeven moment. Maar goed, hij werd goed verzorgd. Op een gegeven moment kreeg hij longontsteking. Toen heb ik mijn partner, mijn vriendin verteld van. Nou, nu moet je ophouden met verzorgen. Nu moet je de knop omdraaien. Nu moet je afscheid gaan nemen. Want dit gaat hij niet redden. Snap je dus? Er hoeft maar dit te gebeuren. Iemand, een bejaarde die valt van de trap. Of krijgt longontsteking. Of griep. En dat is dan net het setje. Ja. Waardoor je overlijdt. En dat is het dorre hout. Zeg maar, het is nog wel, maar het is. Ja, en in de winter. Het stomme is dat juist de meeste bejaarden de winter overleven. Maar als de lente weer begint, dan gaan ze dood. Alsof er psychisch iets gebeurt van: oh nee, weer zo'n zomer, moet ik weer naar buiten. Want al die maanden hebben ze rustig binnen gezeten. Dat is wel interessant om hier van me kijken. Ja, het is wel een piek altijd nog rond kerst en oud en nieuw. Want dan, dat heeft met eenzaamheid te maken. En er is een piek van hartaanvallen. Weet ik van mensen die in het ziekenhuis werken, bij de eerste vorstnacht, bijvoorbeeld in oktober of november, dan liggen de mortuaria, dan liggen ze op de gangen. Oké, okay. Ja. Dus ja, ik ken die cijfers niet. Dan liggen de lijken echt bij, mijn vader is ook overleden aan een hartaanval en zo wist ik dat. En toen bleek dus in alle ziekenhuizen overal waren er heel veel mensen die overleden waren of met een hartaanval in het ziekenhuis lagen. Maar goed. Dat is allemaal nog vrij natuurlijk, inderdaad. En we gaan allemaal dood. Maar, en daar heb je het weer. Dat is een van de weinige dingen die je zeker weet, dat je straks doodgaat. Ja. Een van de dingen die corona ons gebracht heeft, en ik zie dat als een heel positief iets. Mijn leven was niet zo groot als dat het nu is. Dat is allemaal door de corona gekomen. Ja. Heel veel mensen, zeker de mensen die tegen het coronabeleid zijn, die hebben elkaar massaal opgezocht op al die demonstraties, al die verbindingen, al die groepen die zijn opgericht met nieuwsgierige, kritische, rebelse mensen die gewoon niet zomaar onzin slikken en daar ook tegen ageren. En ik vind dat een geweldige. Dat was sowieso. Er is een half jaar terug een miljard uitgegeven door de jongen voor Field Lab. Experimenten, zo van kunnen we weer mensen op festivals toelaten? En jij en ik doen al een half jaar, een half jaar al mee. Ja. Een gratis Field Lab experiment. Wij zijn de gratis controlegroep. Eigenlijk zouden wij een medaille moeten krijgen, samen met onze kijkers ook natuurlijk. Wij worden niet geprikt, we worden niet getest en we zien elkaar iedere week, we knuffelen en we zoenen en er is niks aan de hand. Ja. Wij zijn de controlegroep. In principe wel, ja. En ik denk dat het een van de redenen geweest is waarom we de politie gedemoraliseerd hebben. Want die zagen ons iedere week terug en wij maar zwaaien. En we hebben helemaal nergens en last van. En wij hielden geen anderhalve meter afstand. En terwijl dat de reden was waarom we uit elkaar geslagen werden. Ja, gek is dat. En nou, 15 februari was dat voor mij. Eigenlijk was het 16e, want ik kijk al jarenlang geen tv. Maar ik zag een clipje van Hugo de Jonge, dat hij met de persconferentie van 15 februari zei dat alleen een vaccin het nieuwe normaal. En toen voelde ik nattigheid. Toen wist ik gelijk, die man liegt, dat was één. Ten tweede, hoe kan dit? Ik heb andere verhalen van andere virologen gehoord. Dit is bullshit. En omdat ik al wist van de kwalijke zaken van het gelobby van de farmaceutische industrie. Ja. Ik wist gewoon, ka-ching, 7 miljard mensen, 1 of 2 keer per jaar. Maar als vaccin. Goed moet dat heel veel mensen wakker gemaakt hebben. Want er waren alternatieven. Ik heb meteen ingezet op mijn eigen gezondheid. Dus ik heb ben heel gedisciplineerd gezond gaan leven vanaf dat moment. Ik denk, ik zal bewijzen dat ik er met mijn lichaam, met mijn eigen weerstand uitkom. En dat ik niks van buitenaf nodig heb. Zeker geen vaccin. Ja. En ik heb aan zich niks tegen vaccins, maar deze vertrouw ik niet. Als ze nog steeds geen vaccins hebben tegen AIDS, hoe kunnen ze dan in 1 keer een half jaar tijd iets gevonden hebben tegen een volkomen nieuwe ziekte, die trouwens ook voortdurend muteert. Want je blijft bezig, hè, met het inhalen. Ja, en al die dingen die we in het begin al wisten, op een gegeven moment bleek dus een arts, laten we zo zeggen, een arts vertelde dat
corona als zodanig, of griep, wat dan ook, die infectie verzamelt zich eerst in je keel. Mm. Zodra die verzadigd is in de achterkant van je keel, schiet het je longen in. En dat is hetgene wat infecteert. Normaal gesproken heb je een normaal afweersysteem wat dat kan. Dus toen zei die arts, ik raad het aan om een beetje oplossing waterstofperoxide te gorgelen voordat je gaat slapen. Om te ontsmetten. Toen dacht ik bij mezelf, nou, baat het niet, schaadt het niet. Gewoon, maar niet om de angstje te laten grijpen van het boze corona. Maar ook dat iemand zegt, nou, het kan helemaal geen kwaad om heel veel zink te slikken. En vooral ook heel veel vitamine C. Nou ja, zink. En zorg gewoon dat je gewoon happy blijft en dat je gewoon leuke dingen doet. Heb je nodig voor de opname van die andere vitamines, zoals vitamine D en C, die we nodig hebben. Ja. En D krijg je nou gratis van de zon. En Nou, maar ik bedoel ook dat die dingen die dan in het begin, dus dan hoor je over waterstofperoxide gorgelen. Dan hoor je... Ja, maar ivermectine, hydroxychloroquine. Ja, en die dingen, die, alles wat maar behulpzaam is, is door Hugo de Jonge niet genoemd na 15. Nee? En dat maakt het super verdacht. Snap je hoe verdacht het is? Als je wel inzet op iets wat heel veel geld oplevert voor de farmaceutische industrie. Maar alle andere dingen die behulpzaam kunnen zijn, zijn zelfs verboden verklaard. Er is zelfs vervolging voor artsen. Ja. Nou, als mensen daar niet, dat ze dat verdacht vinden, ja, dan kom je volgens mij uit een ei of zo. Dan spoor je volgens mij niet helemaal. Als je al die dingen die vorig jaar op een rij... Als jij wijsgemaakt wordt dat het schadelijk is, dat het giftig is en weet ik het allemaal. Ik bedoel, ja, dan ga je het geloven. Maar goed, hetzelfde verhaal als dat homeopathie ook verboden is. Of verboden, het is in ieder geval... Ja, goed. Dus er gebeurt... Oké. Vorig jaar hebben wij met een groep geweldige vrijwilligers gewerkt om voor jullie het echte nieuws te brengen. Het nieuws dat onderbelicht is gebleven in de media, het nieuws wat niet belicht is in de media en het nieuws wat vals belicht is in de media. Help ons mee. Steun LNN en word lid. Toen ik in... tegen 2012 ben ik veel op tv geweest omdat... Men toen dacht dat de wereld ging vergaan en ik ging... En je hebt meerdere boeken over de Maya's geschreven? Ja, ik ben geen antropoloog, maar wel hun kalenders weet ik veel van. Oké. Okay. En dat is een verhaal apart, daar zou ik eigenlijk nog dit verhaal mee willen afsluiten. Want dat we weinig stilstaan bij het verschil tussen natuurlijke tijd en wat een mechanische tijd. Dus bedachte tijd die we nu hebben. Maar dat is een apart onderwerp. Maar tegen 2012... Hadden veel mensen de vraag aan mij van Peter, wat gaat er na 2012 gebeuren? En ik zag toen vooral heel veel mogelijkheden. Omdat ik had een goede vriend van mij, die had een auto die kon op water lopen. Op slootwater zelfs, een gietmotor. Ik zag mogelijkheden om kanker te genezen. Maar nou komt het, ik zag allemaal mogelijkheden. Het enige probleem was dat ze geen geld opleverden. Op korte termijn en zeker niet aan multinationals. En ze maakten mensen zelfvoorzienend. En dat is het probleem. Dus eigenlijk... Dat er oplossingen genoeg zijn. Maar dan moet je uit die piramidestructuur stappen. Dan moet je dingen zelf gaan doen. En niet meteen met financiële winst bezig zijn. We hebben op het energievraagstuk, voedselvraagstuk, gezondheidsvraagstuk. Onze aarde biedt alles voor ons in overvloed. Interessant dat je dat zegt. Heb je de laatste podcast van Sven Hulleman gezien? Ja. Die laatste podcast ging erover dat hij met mensen... Dat wordt heel interessant. Hij gaat met mensen om de tafel uitvinden. Hij speelt met vuur dan, hoor. Want ik... Ik ken mensen die ook met vrije energie en dergelijke bezig waren. En daar hoeft het niet meteen goed met je af te lopen. Nee, daar zijn voorbeelden genoeg ook van, hè? Ik ken ze ook eerstehands. Ik heb mensen gesproken die of omgekocht zijn, of daarna levenszuur gemaakt zijn, of, kan ik een hele lijst enge dingen gaan noemen, die ik nu niet ga noemen. En het is logisch, omdat die belangen heel groot zijn. We zijn allemaal verslaafd gemaakt aan olie. En er is ons verteld dat de enige energiebron is. Koen Vermeeren, die was ooit leraar of hoogleraar op de universiteit, de Technische Universiteit Delft. Dus een ingenieur die verstand had van hoe je raketmotoren kon maken en vliegtuigmotoren. Die zei in het kort wel eens, en die werd altijd de mond gesnoerd als hij over UFO's begon. Terwijl hij had als ingenieur iets van, ja, dat moet je onderzoeken. Maar in het kort samengevat zei hij van, als jij een UFO waarneemt, dan weet je dat die dingen niet op diesel lopen. Met andere woorden, dat we dus voor de gek gehouden worden als het gaat om de aandrijfsystemen en de brandstofsystemen die we hebben op dit moment. Er is gewoon veel meer mogelijk, kennelijk.
Ja, maar er zijn toch wel heel lange verhalen. Dat is van de 70, 80, in mijn jeugd zeg maar. Dat je zeilingsverhalen hoorde. Zeker via kanalen als Reader's Digest. Ik weet niet, dat was toen. Dat was toen de wappie, de complot. Ja. Maar daar werd het niet als complot weggeschreven door de mensheid. Maar daar was al langer bekend dat er bepaalde motoren waren die met water en dan elektrolyse, waterstof. Ja, ja. En dat soort dingen. En maar ook het gerucht dat heel veel van die uitvindingen gekocht waren door de Arabieren. Dus dat is een bekende. Kijk, het is het verhaal dat bij de TU Delft. Ik weet niet of het nu nog zo is, maar er werden jaarlijks prijsvragen uitgeschreven door Shell, geloof ik. Over allerlei milieuvriendelijke alternatieven voor motoren en zo. En dan kreeg zo'n student, die kreeg dan daar een prijs voor. Maar dan ging het patent vervolgens bij hen in de kluis. Geweldig, ja. Weet je, dus, een goed systeem voor hen. Dus er wordt heel veel opgekocht. Dat is dan kom je nog het beste vanaf. Dan krijg je nog een zak geld ervoor. Dat heb ik ook gezien. Mensen die... maar dan moet ik die verhalen weer gaan vertellen. Nee, kijk, dit is de reden waarom ik iets, steeds meer iets heb van... Ja, laten we er maar over ophouden om te wachten op de overheid die dat gaat faciliteren. Want dat gaan ze niet doen. Ja. En multinationals hebben ook nooit de wereld beter gemaakt. Hey lieve mensen, do you want to make love great again? Bestel dan deze hoodie op de webshop van LNN. En draag de boodschap uit. One love. Make love great again. Bestel je hoodie bij LNN. In godsnaam moeten we ook niet meer terug naar het oude normaal, want het was niet normaal. Het was al lang niet meer normaal hoe we met elkaar en met de planeet omgingen. En ik zie, kijk, er zijn ons. Ik zie de huidige tijd als een uitnodiging om eindelijk. We hebben ons eigen verhaal te schrijven, ons eigen script te schrijven. Ja. En we hebben de wind mee, want de natuur en de aarde is gewoon is aan het veranderen, is aan het transformeren. Ik bedoel, we komen in. Het bewustzijn is aan het stijgen. En het bewustzijn is niet te vangen in mensen. En het bewustzijn uit zich via de ziel in een menselijk lichaam. Maar als je die zielen gevangen gaat zetten in die lichamen met spuitjes en met nanotechnologie. Dan heb je pech als mens. Of dan kies je voor die weg. Ja. Ik kies voor de weg om samen met de natuur en in liefde met elkaar iets nieuws te creëren. Zie je het niet ook een beetje als iets fundamenteels? Ik vind als je, dus niet afgezien van of het nou inderdaad met gentherapie je ziel gevangen houdt. Ik vind het overstag gaan. En ik zie het net als Darwin. Als je zo dom bent en zo onwetend bent en zo volgzaam bent. Dat je, ja. dat je laat vangen voor iets waar het niet voor nodig is. Om dan gif, wat bijvoorbeeld in Nederland ook nog tot staatsgeheim is verklaard, de ingrediënten. Ja. Als je al die alarmseinen mist, zeg maar, dat je de klif afgaat, dan vind ik eigenlijk dat je gewoon je mouw moet opstropen en gewoon die prik moet halen. Heb jij ook niet zoiets? Ja, ik neig daar ook toe. Wat je ook niet wil, is een veroordeling van andere mensen. Nou, dit gaat niet om veroordelen, maar... want ze kunnen mij... Ja. Als je al zover bent dat je een prik neemt, dan heb je ook zo'n plaat voor je kop dat je wat ik zeg daar maling aan hebt, snap je? Vind je niet? Ja, nee, dat is... Als je een prik neemt, dan kan het je toch ook geen reet schelen dat ik er zo over denk, of dat misschien heel veel mensen er zo over denken. Ja, als dat jouw keuze is, dan leg je handen in... dan leg je je lot in handen van de farma-industrie en van minister De Jonge. Dat zou ik het domste vinden wat er is. Ja, en het verhaal, er hoort een verhaal bij, namelijk dat je het voor een ander doet. Nee, voor je vakantie, hè? Ja, we zijn geswitcht, hè? We deden het eerst voor elkaar, maar we doen het nu. Ja, wat ben je dan aan het doen? Ja, het is, sorry, en je hebt, en dan nog hoor, je kan gewoon vrij reizen door Europa. Ja, dat is ook nog zoiets. Mensen reizen, we zitten in allemaal van die WhatsApp-groepen, Telegram-groepen. Mensen rijden gewoon met campers door heel Europa. Je wordt nergens aangehouden, nergens PCR. Nee. Dus, en op een of andere manier... Er was van de week in een groep dat iemand teleurgesteld was over een strandfeest wat niet doorging. Want ze hadden een kaartje gekocht en nou bleek na al die tijd, ze willen toch een negatieve PCR-test. Ja. Dan denk ik bij mezelf, ik heb besloten om gewoon nul mee te doen met die waanzin. Sterker nog, als de pijlen in de winkel staan die kant op staan, dan loop ik die kant op. Want als het staat uitgang, dan ga ik door de ingang. Maar dat je...
Ja. Geen testen, geen dingen. Dan ga je toch gewoon niet, dan ga je toch je eigen feesten organiseren. Even serieus. Dat is het ontstaan, lijkt mij logisch, gevolg van de parallele samenleving. Als je je dwingen tot waanzin en onzin, dan moet je gewoon met z'n allen massaal niet aan meedoen. Dan ga je toch je eigen dingen organiseren. Ja, daar zal het neerkomen. Ja, maar dus... dan zijn we wel een minderheid. Maar het zij zo. Ik bedoel, mijn stelling is ook dat... wat dan wappies genoemd worden, dat zijn de vrije mensen. Die zelf nadenken. En dat hebben ze altijd gehad. Ik denk dat mensen als jij en ik altijd zo geweest zijn. Ja. Heel veel mensen ADHD. Als je dat ADHD ja, noemt. Ze zijn heel veel andere. ADHD. Een hoop mensen die van school gestuurd zijn vaak. Ja. Heel veel mensen die best wel eens een keer zijn blijven zitten. Die altijd straf kregen. Dyslexische mensen en zo. Ook. Ja, dat is wel een overeenkomst. Het zijn de rebelse mensen een beetje. De mensen die gewoon... Ja, ik weet niet. Ik vind het wel fijn eigenlijk. Ik krijg altijd een heel heimelijk gevoel als ik, als ik naar de demo ga. Dan denk ik, ja, dit zijn mijn mensen. Het is allemaal goed volk. De andere kant is inderdaad van... Ik ben mensen aan het kwijtraken. Dat gebeurt nog steeds. Maar ik krijg er zoveel nieuwe mensen bij. En kijk, iedereen wordt nu op zichzelf teruggeworpen. En daarmee ook op teruggeworpen op wat werkelijk je pad op aarde is. Wat werkelijk je hartvolg is. Maar ook... wie je bondgenoten zijn, dus wat werkelijk ook wat verbinding is. Dat je gewoon weet of iemand uit zijn nek lult of niet. Maar dan is nog de vraag of je daarna wilt luisteren of niet. Snap je? Ik zeg, het is zelfs zo sterk dat jij en ik worden ook wel eens... Ik word ook nog steeds belazerd. Ik trap ook nog soms dingen door mijn angsten, in feite. En dan luister ik niet naar mijn gevoel, maar dan gaan er bepaalde gedachten gaan aan werken. Maar als ik eerlijk ben, alle keren in mijn leven, ook in de afgelopen jaren, dat ik belazerd ben geweest, wist ik het van tevoren. Ik had signalen gekregen. Weet je, al is het maar een fractie van de seconde. De vraag is alleen of je daarnaar luistert of niet. Dus maar dat blijft een leerproces, want we hebben allemaal onze angsten. De ene is bang voor dingen met relaties, andere met geldzaken, andere de dood, ziekte. We hebben allemaal zo, en daar zijn we allemaal op te pakken. En dan ben je terug bij die agronten, dat zijn... Er zijn gewoon duistere krachten die daarop inspelen, die angsten juist versterken. Ja, maar want dat maakt je manipuleerbaar, dat verlamt je en dan durf je niet meer naar jezelf te luisteren. En ik denk dat er zijn mensen die zelf nadenken, die zijn altijd eigenwijs geweest. En dat is altijd zo geweest, maar nu is dat duidelijk aan het worden. Dat is wat ik zie wat er aan de hand is. Dus ja, wij worden een groep die ja, het is nou eenmaal zo. Er ontstaat een wij en een zij. Ja. Dat is niet onze aard, want we weten namelijk dat alles één is. En in verbinding met elkaar staat. Maar, ja, hoe zeg je dat? Ik blijf wel graag in contact en in communicatie, ook met de mainstream media. Maar ik heb, dat weet je, ik ben een van de mensen geweest die... ik ben destijds en de VPRO en BNNVARA ook gevraagd om op tv verhalen te vertellen. Ik heb het uiteindelijk toch afgemeld. Oh, ja? De opnames al geweest waren. Nee, dit is al een tijdje terug. Okay. De opnames waren al geweest. Maar ik zag gewoon, het gaat hen niet om mijn verhaal. Het gaat om het poppetje. En ze willen dan aan het poppetje een trauma koppelen. Zo van die Peter Toon of die spreker is altijd zo geweest. Die heeft toen iets meegemaakt waardoor hij nu een wantrouwen naar de regering heeft. Ja, ja, ja. ja. Terwijl ik denk, ho, nou ga je weer iets zoeken. Weet je, alsof er aan mij iets niet spoort. Ja. Dat ik gewoon autoriteiten wantrouw. Ik denk dat je autoriteiten per definitie moet wantrouwen eigenlijk. En dat heb ik altijd gehad. Ja, dat is heel raadzaam om dat te doen. Omdat als we één ding weten, dan is dat mensen in georganiseerde vorm... toch heel vaak bevattelijk zijn voor nogal 3D-zaken zoals hebzucht, macht, alle negatieve dingen. Dat komt voort uit... Ja. Als mensen samen gaan, proberen ze anderen te bedotten en te belazeren. En dat is een beetje het verschil tussen de 3D-tijd en de 5D-tijd waar we naartoe gaan, denk ik. Dat het veel meer naartoe gaat dat je bestaat zonder dat je een belemmering of een kwaadaardig iets voor ten koste van een ander. Of de aarde op zich al. Ja, maar dan... Ja, maar daar is een heel verhaal. We kunnen een andere keer verder over hebben. Maar daar kom je ook jezelf tegen. Je eigen programma's, je eigen angsten, wat ik al zei. Waardoor jij denkt dat iets niet mogelijk is. Maar ik denk dat we in een tijd leven waarin...
ja, je steeds sneller, als je iets werkelijk wilt of weet wat je wilt, ja, dan kan je het ook steeds sneller voor elkaar krijgen. En heel praktisch, wij komen elkaar ook steeds sneller tegen. Dus al die wappies, die duizenden mensen die er op Malieveld staan, zoals we de afgelopen zaterdag ook weer stonden. Ja, dat is altijd een hele prettige sfeer. En wat ook tot praktische nieuwe contacten en zaken leidt. Ja, ja, dus ook wij worden ook onderling weer uitgespeeld. Maar in feite zijn we, ja, is het heel, heel leuk dat je gewoon... ja, mijn vader zei het altijd al. Van in een oorlogstijd, in de oorlog leren je vrienden komen. dat wil niet zeggen dat de ander de vijand hoeft te zijn. Maar ik denk dat het belangrijk is om vooral te investeren in wat voor jou en wie voor jou wat waard is nu. Ja. En dan kan je ook de rest gewoon laten voor wat het is. Ja, wij hebben ook al zie je dat er dus een afstand ontstaat dan. En dat is pijnlijk, want het is niet onze aard om namelijk met iedereen een soort afstand te hebben. Maar het is niet anders, die is aan het ontstaan nu. Interessant dat je dat zegt, omdat wij bij LNN, bij de club van mensen die zich er nu bij hebben aangesloten. En dat is een paar dingen die als spreuken naar boven zijn komen borrelen, waar iedereen snapt hoe het werkt. En dat is bijvoorbeeld een van die dingen is dat we dingen organisch laten verlopen. Ja. Dus zonder duwen, zonder trekken, ja, ontstaat het gewoon. Ja. En dus zodra er een beetje te veel geduwd wordt, is dat al niet goed. Als er iets te veel getrokken wordt, dus het moet eigenlijk allemaal uit zichzelf op zijn plek vallen. Nou, laat spirit spreken, zouden de Indianen zeggen. Ik heb veel geleerd, niet uit boeken, maar omdat ik bijzondere mensen heb mogen ontmoeten. En mijn beste... Je hebt ook een shaman ontmoet toen, toch? Nou, meerdere. Mijn grootste leermeesters zijn toch, laten we zeggen, Maya en andere Indianen shamanen geweest. En als je in hun nabijheid bent, dan bij ceremonies of wanneer ze aan het vertellen zijn, dan kan je als het ware ingeplucht raken met hen in hetzelfde veld waaruit zij hun informatie halen. En zij, van hen heb ik onder meer geleerd, als je in organisatie bent en je wil dingen voor elkaar krijgen, dan moet je een doel stellen. Maar hoe kan je spirit, hoe kan je de geest laten spreken? En de geest is ook het idee wat je samen hebt. Hoe kan je het idee het beste laten spreken? Okay. En dan gaat, en dan kan het zijn, dat, dan zijn er allerlei ideeën erover van verschillende mensen. Maar je moet als je je ego uitschakelt, dan kan jij in één keer begeisterd zijn, begeesterd, enthousiast, weet je wel. De geestdrift hebben, om de geest te laten spreken. En dan geven die Indianen ook alle ruimte voor. Die voelen dan ook, oh, nu spreekt geest. Hoe fanatiek het ook is. En dan kan je het op die manier organisch laten gebeuren. Om dit gesprek ook een beetje af te ronden. Aanstaande 25 juli is er een manifestatie in Eindhoven. Dat is een dag buiten de tijd. En die datum is gekozen. En daar spreekt ook Willem Engel, maar ik ben ook een van de sprekers. En Anna Zeven, daar spreken meer interessante mensen uit, laten we zeggen, uit onze beweging. Maar die datum is gekozen en een mooie plek in een park, omdat... In natuurlijke kalenders, zoals die van de Maya's, is 25 juli is de dag buiten de tijd. Buiten de tijd? Ja. Dat klinkt interessant. Ja, want wij zitten nu met een kalender, dat is een bedachte, de Gregoriaanse kalender, van paus Gregorius de 13e. Ja, we hebben nu de Juliaanse kalender. Ja, nee, die is voortgekomen van Julius Caesar, die had die kalender in... Want de Russen vieren nog steeds twee keer oud en nieuw en twee keer kerst. Hè? Ze doen zowel de Gregoriaanse als de Juliaanse kalender. Ja, die is gekoppeld. Is het niet andersom? Nee. Zij, bij de Juliaanse kalender, wordt een heel technisch verhaal. Daar doet de schrikkeldag nog steeds niet mee. Oké, okay, en het is 11 dagen later of zo. Dus zit je inmiddels na zoveel eeuwen. Want je zou om de 4 jaar moet je dan een. Kijk, punt is dit: de dag is niet geschikt om een. Als eenheid om een kalender in gelijke stukken te delen. Omdat wanneer de aarde 365 keer om de zon heeft gedraaid, moet hij nog een kwartslag om zijn as draaien om op dezelfde plek te komen. Aha. En dat is, snap je, dus een dag past niet precies als indeling voor die cyclus. Maar je hebt gekozen voor de 25e? En dat is, Oké. Waar we nu mee zitten is een kalender van 12 maanden met weken van 7 dagen. Die begint op 1 januari. En geen hond weet hoe dat komt. Wat op zich al raar is, want een kalender waar je niet bij stilstaat, is het meest bepalende instrument voor het regelen van het sociale verkeer in de samenleving. Alle afspraken, alle regels, alle wetten gaan in via kalenderdatums. Ja.
En de huidige kalender is dus van, komt van de Romeinen. En die hebben het jaar in 12 stukken gedeeld. Had ook 10 of 20 kunnen zijn. Volkomen willekeurig. Dan krijg je die onregelmatige maanden van 30 en 31 dagen. Daar kan ik een hele lezing over vertellen. Graag een andere keer. Ja. Dat is een bedachte kalender die niets met de natuur te maken heeft. Wat een natuurlijke kalender is, en de Maya's had alleen maar natuurlijke cycli, is een kalender van 13 maanden van 28 dagen. Want een cyclus van 28 dagen zit in ons systeem, niet alleen bij vrouwen, ook bij mannen. Dat is een biologische cyclus. En het is een gemiddelde van 3 verschillende maancycli ook. En dan krijg je 13 maanden van 28 dagen. Hou je één dag over, dat is namelijk 364 dagen plus 1. Ja. Dat is, die dag is er wel, maar zit niet in de kalender. En dat is 25 juli. Geweldig. En op 26 juli begint dan weer die kalender te lopen van 13 keer 28 dagen. En die begint niet voor niks op 26 juli, want dan vindt er een conjunctie plaats tussen de zon en Sirius. En dat is de enige conjunctie, dus de enige samenstand tussen 2 of 3 eigenlijk hemellichamen die ieder jaar op dezelfde tijd plaatsvinden. Je hebt aarde, zon en Sirius op 1 lijn. Dus als je dan Sirius, als je de zon ziet staan, dan weet je dat precies daarachter heb je de ster Sirius. En het komt omdat Sirius en de zon een soort broertjes van elkaar zijn die in een soort DNA-spiraal samen de Melkweg reizen. En dus ieder jaar, van ons uit gezien, op hetzelfde moment op 1 lijn staan. En je hebt maan, Jupiter, allerlei hemellichamen die staan om de zoveel tijd ook samen. Maar dat zijn hele zijn heel andere soorten patronen. Dus de enige waar die... Ja, die een soort van in synchroniciteit staat met het solaire jaar, dus met ons zonnejaar. Dat is niet bedacht, dat is een natuurlijk eikpunt. 1 januari is bedacht, eikpunt, want het staat er een beetje tegenover. En is alleen maar bedacht omdat op dat moment in Rome de nieuwe prefecten werden benoemd. Dus dat vieren we nu nog steeds. Omdat een Romeinse krijgsheer heeft bevolen, schieten we nog steeds die vuurpijlen de lucht in. Ja. Dan kan je net zo op 21 december beginnen, want dan wordt het winter. Dat is natuurlijk. Alleen dan wordt het in het zuidelijke halfrond zomer. Dus dat is weer iets anders. Nou begin ik al een heel verhaal over kalenders. Maar ik begin erover omdat kalenders... Einstein, kijk, wij zitten in, dit is de ruimte, lengte, breedte, hoogte, 3e dimensie. De 4e dimensie, dat is dan, noemde Einstein, de tijd. En heb je die 5e, dan zit je in een soort tijdloosheid, waarin licht ook geen schaduw meer heeft. En die 4e dimensie, dat is ook de astrale wereld, dat is de gedachtenwereld. Waar de niet verwerkte emoties in rondhangen, vanuit daar worden we gemanipuleerd. En kalenders zijn een instrument om ons te manipuleren. Want als jij met mechanische tijd van 12 uren en met 12 maanden werkt, dat zijn bedachte constructies waardoor je moet nadenken hoe laat het is, welke dag van de week je jarig bent, heeft niets te maken met natuurlijke cycli. De 12 maanden kalender heeft geen enkele relatie met welke natuurlijke cycli dan ook, behalve dan dat die een jaar duurt. Ja. Maar wanneer die begint, in hoeveel stukken die gedeeld is, voorkomen willekeurig. Hij had ook 10 maanden kunnen hebben. Hij had ook op 1 april kunnen beginnen. Begrijp je? En dan kun je hem lachen, maar dan begin ik weer. Dan heb je niet door dat ding het meest bepalende instrument is om mensen in geheel te houden. Toen de Franse revolutie uitbrak, hebben ze niet alleen de Bastille bestormd, maar hebben ze ook die klok allemaal van de muur getrokken, omdat ze snapten dat die apparaten hun leven beheersten. Ja. Ik word nu, merk ik, emotioneel, want dit zijn allemaal die dingen waarop wij onbewust gemanipuleerd wordt. En daar willen we op 25 juli ook aandacht aan besteden. Dus snap je hoe we dus kunnen stappen, hoe we dus weer in natuurlijke cycli kunnen stappen. En natuurlijke cyclus is dus ook dat je naar je gevoel luistert. En dat is heel anders dan een bedachte kalender of een bedacht afsprakensysteem. Ja, ik voel heel erg wat jij bedoelt dat je aangeeft dat de kalender en de tijd je gevangen houdt. Omdat is iets waar ik ook in het afgelopen 1,5 jaar naartoe gekomen ben. Omdat ik ben gaan zoeken naar de oorsprong. Wat is nou de oorsprong dat er zoveel mensen zo volgzaam zijn? En waarom is het zelfs als de feiten recht voor ze liggen, willen ze niet luisteren? En ik heb ook een speech gehouden in Emmen. En die ging er ook om dat dit eigenlijk al duizenden jaren aan de gang is. Maar mensen moeten niet wakker gemaakt worden omdat er corona is. Dat is maar een symptoom. Het corona en de manier hoe de overheid ermee omgaat is eigenlijk een godsgeschenk voor de mensheid. Op een bepaalde manier. Omdat er nu massaal zoveel mensen gedwongen worden om een gezond verstand te gebruiken. Ja. En er is één groep mensen die doorheeft van nou, we worden verneukt. Ik word gewoon belazerd. En er is één grote groep mensen die vrolijk doorslaapt. En dat heeft niks te maken met corona zelf.
Maar dat is gewoon wat in feite in de mensen zelf zit. En het is ingebakken in de hoofden dat het normaal gevonden wordt dat je onderdaan bent. Onderdaan bent vroeger van koningen, maar nu ben je onderdaan van de regering. En, mensen die koningen die schermden altijd met goden aan hun kant. Ja, dus ik ben in dat ze gebruiken alles, geweld, maar ook een godsdienst. Ja, maar nee, het gaat over gedachtensysteem. Misschien moet ik daar maar mee dit gesprek mee afronden. Kijk, die hele astrale wereld, dat is gewoon de gedachtenwereld, kan je zeggen. En die wordt gewoon gemanipuleerd. Dat wat Nederland is wat alle mensen denken wat Nederland is. Ja. Dat is niet iets wat begint bij een grenspaal. Dat is het hele gedachtenveld daarover, van iedereen. En daar kun je mee, daar interacteren wij mee. Maar dat kan je dus ook manipuleren. En dat is wat er aan de hand is. Dat is die vierde dimensie, dat is die onzichtbare werkelijkheid, waarin elektronen rondzweven die uiteindelijk in ons hersenpan tot gedachten zijn. Ja. Wat zijn gedachten? Zijn niet te grijpen, maar ze zo niet ongrijpbaar als gedachten zijn, zo bepalend zijn ze tegelijkertijd van naar hoe wij kijken. En dan kom je terecht bij de media en de politici die dat allemaal aansturen. Ja. En dan kom je terecht bij mensen die proberen naar zichzelf te kijken, want we hebben een frontale hersenkwap, niet alleen een reptiele brein, maar we hebben ook zelfbewustzijn, we kunnen naar onszelf kijken. En dat vermogen mag wel eens meer aangesproken worden. En dat in resonantie met je hart, waarvan we weten dat er wel, zenuwbanen van ons hart naar de hersenen lopen, maar niet andersom. Dus als jij in je hart bent, dan kan je van daaruit ook je gedachten en je emoties aansturen, want die emoties zitten tussen de oren. Daar bepaal je namelijk hoe je iets ervaart. En je gevoel, dat is iets anders dan emoties. Emotie is eigenlijk de ervaring van de ziel dat het lichaam heeft. Dat is... Dat is allemaal... Dat maak je met je lichaam mee, dat maakt een ziel een lichaam mee. Dat zijn al die indrukken. Maar je gevoel, dat zit in je hart. En je hart heeft gewoon een eigen weten, maar dat wordt ook een heel verhaal. Want het genereert een krachtveld waarmee jij kan aftasten of iemand spoort of niet. Ja. Dat zit in dat veld al. Je voelt meteen als iemand binnenkomt, meteen... De eerste seconde, die is oké, die niet. Dat weet je. Maar dat doe je vanuit het veld wat je vanuit je hart genereert. Ja. En het veld dat ontstaat al vanaf na 13 dagen na je conceptie. Volgende boek gaat namelijk over waarneming. Over hoe wij naar dingen kijken en hoe dat gemanipuleerd wordt. En hoe je dat weer in eigen hand kan nemen. Wij gaan zeker dit nog een keer doen. En, maar daar moet je een apart onderwerp van maken. Maar ik begon al mee dat we inderdaad, dat is nou eenmaal de neiging. Wij kunnen overal over praten. Dat hebben we al die keren gemerkt als wij elkaar zien. En daar is dit ook een voorbeeld van dit gesprek. Ik hoop dat mensen die het nog niet snappen waar je het over hebt, over sommige dingen, dat ze in ieder geval de nieuwsgierigheid hebben en dan inderdaad je boeken gaan lezen. Want ik denk dat dat voor een opknapper is voor iedereen. Dus ik wil in ieder geval bedanken voor je komst weer. Dat gaan we gauw weer doen. En ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke aflevering vonden. En was je nieuw op dit kanaal en vond je het leuk, abonneer je op dit kanaal. En als je op de hoogte wil blijven van de nieuwe video's, druk even op het belletje. In ieder geval hartstikke bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.